Vandaag in 2012 haalt de videoclip van Gangnam Style, het nummer van Zuid-Koreaanse artiest Psy, als eerste internetfilmpje ooit 1 miljard views. Gangnam Style. Hop, 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 hop. Hop aan Gangnam Style. Welkom op het YouTube-kanaal van Omroep Zwart. Dit is Once Upon a Timeline, het programma waarin we elke dag de geschiedenis van vandaag bespreken. Het is woensdag 21 december en op deze dag is door de eeuwen heen geschiedenis geschreven. In 1968 vindt de eerste bemande vlucht naar de maan plaats. De ruimtemissie Apollo 8 duurt 6 dagen, 3 uur en 42 seconden. Tijdens de missie cirkelen astronauten James Lovell, Frank Borman en William Anders 10 keer om de maan. Het is in alle opzichten een historische missie. Nog nooit zijn mensen zo ver van de aarde geweest. 9. We have ignition sequence start. The engines are armed. 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. We have lift-off. Lift-off at 7:51 a.m. Eastern Standard Time. Let's clear the tower. Het internationaal verdrag voor de uitbanning van rassendiscriminatie wordt in 1965 aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN. Het verdrag richt zich op discriminatie op grond van ras, huidskleur en nationale of etnische afkomst. Inmiddels zijn er zo'n 180 staten lid van dit verdrag. Op deze dag in 1988 vindt de Lockerbie-aanslag plaats. Tijdens een vlucht van Frankfurt naar New York vindt een explosie plaats in het bagageruim, waardoor het vliegtuig neerstort op het Schotse plaatsje Lockerbie. Twee agenten van de Libische geheime dienst zouden hebben geregeld dat de bomkoffer in Frankfurt aan boord kwam. Hoewel Libië eerst weigert om de verdachte uit te leveren, doen ze dat 10 jaar later alsnog. De rechtplaats vindt op het neutrale Nederlandse Kamp Zeist plaats. A device had blown about a 20-inch hole in the cargo hold. The plane was ripped apart at 35,000 feet. What occurred was a massive fireball coming out of the sky, 200,000 pounds of ignited jet fuel. That's like a giant bomb going off and registered as if it was an earthquake. That was the magnitude. It wiped out a dozen or more homes. Some people in those houses were obliterated. They never found any remains of anybody. Tijdens de bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ in 2011 wordt AZ-doelman Esteban Alvarado aangevallen door een Ajax-supporter. De doelman ziet dit op het laatste moment pas aankomen en geeft de man nog een paar trappen terug. Van de scheidsrechter krijgt hij hiervoor een rode kaart. Gert-Jan Verbeek, toenmalig coach van AZ, is het niet eens met de scheids en stapt met zijn hele elftal van het veld af. Die jongen staat gewoon in doel. Er komt een of andere onverlaat het publiek uit en die springt gewoon met gestrekt bij een jongen in zijn rug. Ja, ik vind het niet gek dat je dan reageert, want je beschermt jezelf. En daarom, nou, wij zijn het gelijk eigenlijk, Verbeek, ja, eraf. Kijk, laten we maar even nog een keertje kijken naar wat er precies gebeurt. Hij ziet hem nu op het laatste moment ziet hij in zijn ooghoek komen. En er zijn er meerdere, of zijn dat de stewards? Nee, dat zijn stewards. Ja. Ja, het is werkelijk ongelooflijk. Kijk even. Waps! Hij ziet hem op het laatste moment aankomen. Ja, wat bezielt je om dit te doen ook. Hè? Ja. Dus dit is... Ik kan me echt wel voorstellen dat hij zo reageert. Vandaag in 2012 haalt de videoclip van Gangnam Style, het nummer van Zuid-Koreaanse artiest Psy, als eerste internetfilmpje ooit 1 miljard views. Gangnam Style. Hop, 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 hop. Hop aan Gangnam Style. Gangnam Style. Hop, 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 hop. Hop aan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Hop, 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 hop. Hop aan Gangnam Style. Vandaag is de Amerikaanse acteur Samuel L. Jackson jarig. Hij is alweer 74 jaar geworden. Zijn faam begon in het begin van de jaren 90 met films als Goodfellas, Jungle Fever en Die Hard with a Vengeance. Maar de meeste mensen kennen hem natuurlijk voor zijn rol in Pulp Fiction. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Yeah!
Omdat er in het nu altijd lessen te trekken zijn uit de geschiedenis, kijken we even naar het nieuws van vandaag. De eerste commerciële lancering van de nieuwe Europese Vega-C-raket is mislukt. Kort na het opstijgen van de lanceerbasis in Frans-Guyana ging de raket met 2 Airbus-satellieten aan boord verloren. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft de Vega-raketfamilie ontwikkeld om te kunnen concurreren met Amerikaanse bedrijven zoals SpaceX en Rocket Lab. SpaceX is inmiddels namelijk wel succesvol met hun raket, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Wat doe je als je geen oplaadpunt kan vinden voor je Tesla? Nou, voor deze bestuurder gisteravond was het antwoord stroomtappen van de lantaarnpaal. Hij is inmiddels gearresteerd en wordt verdacht van stroomdiefstal. De man liep hiermee niet alleen het risico zichzelf te elektrocuteren, maar ook zijn dierbare Tesla, zoals al eens gebeurde in Shanghai. Wat doe je als je buren een te luid feestje geven of je hond helemaal dol wordt van knallend vuurwerk? Nou, niet de politie bellen dus. Stuur gewoon een berichtje naar Wout. Dat is de nieuwe chatbot van de politie. Dankzij Wout gaan de lijnen niet plat en kan de politie goed in kaart brengen waar de meldingen vandaan komen en waar hun hulp het hardste nodig is. Waarschijnlijk heb je zelf al wel eens een vraag gesteld aan een chatbot, maar wat gebeurt er als je 2 chatbot AI's met elkaar in gesprek bent? Dit gebeurde er in 2011. Hello there. Hi. How are you? Great, you? I'm okay. That's good. Are you good? Yes, I am good. I just said I was. No, you didn't. I said I was. So you are a robot? No, my name is Cliverbot. Yes, you are a robot and your name is Cliverbot. I am a robot. Yes, I know. Together we are robots. I'm not a robot. I'm a unicorn. But you said earlier that you were a robot. I did not. I thought you did. You were mistaken. Which is odd, since memory shouldn't be a problem for you. I've answered all your questions. No, you haven't. What is God to you? Not everything. Not everything could also be something. For example, not everything could be half of something, which is still something, and therefore not nothing. Once upon a timeline duiken onze verslaggevers in een historisch verhaal. En elke werkdag zie je hier het resultaat. Vandaag het verhaal van de oud-president van Burkina Faso, Thomas Sankara. Hij staat ook wel bekend als de Afrikaanse Che Guevara. Sankara wordt op 21 december 1949 geboren en groeit uit tot een icoon van het moderne Afrika. Maar ik wil simplement zeggen dat we accepteren om te Afrikaan te leven. Dat is de enige manier om te leven libre en te leven digne. Je vous remercie, monsieur le président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Het is begin 2022. Honderden mensen verzamelen in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Ze gaan de straat op om te protesteren tegen het gewelddadige overheidsoptreden. Op hun vlaggen staat een charismatische jonge man met een rode baret. Het is oud-president Thomas Sankara. Hij is al ruim 25 jaar geleden overleden, maar zijn nalatenschap is springlevend. Thomas Sankara wordt geboren op 21 december 1949 in Burkina Faso, het land waar hij grote plannen voor heeft. Als militair pleegt hij in 1983 een staatsgreep die zijn presidentschap voor de aankomende jaren bevestigt. De rode baret die hij altijd draagt, in combinatie met zijn opgeheven linkervuist, zijn een iconisch beeld van deze vergeten revolutie. Sankara roept Afrikaanse landen op om zich aan te sluiten bij de decolonisatiestrijd en de banden te verbreken met Europese landen. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Hij verandert de Franse koloniale naam Upper Volta naar Burkina Faso, het land van de oprechte mensen. Hij krijgt bekendheid met zijn uitspraak: als het volk opstaat, beeft het imperialisme. De focus van zijn beleid is corruptiebestrijding.
Hij stelt een commissie aan die corrupte ambtenaren stevig aanpakt. Maar laat ook alle overheidslimousines plaatsmaken voor een fiets. Voor kritiek is onder zijn bewind weinig ruimte. Hij arresteert de leiders van de vakbond, legt de vrije pers aan banden en treedt hard op tegen politieke tegenstanders. Maar zijn strenge regime werpt zijn vruchten af. De armoede onder Burkinezen is tot dan toe groot. Maar hij weet in korte tijd een einde te maken aan de hongersnood. Zijn hervormingen richten zich op vrouwenemancipatie, gezondheidszorg, onderwijs en klimaat. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Het land wordt omgevormd naar een krachtig en zelfvoorzienend land. Met zijn charisma, gulle lach en gitaarspel verovert hij de harten van het volk. Hij staat bekend als de Afrikaanse Che Guevara. Nog geen 4 jaar na zijn aantreden komt er een bruut einde aan zijn revolutionaire regeringsperiode. Het is zijn goede vriend Blaise Compaoré die achter de nieuwe staatsgreep zit. Het vermoeden is dat ook Frankrijk een rol speelt in de staatsgreep om haar economische belangen veilig te stellen. He was shot at point blank range at the entrance to this room. Op 15 oktober 1987 wordt Sankara doorzeefd met 20 kogels. Compaoré grijpt de macht. Hij draait in korte tijd de socialistische maatregelen van Sankara terug. Voor Sankara blijft alleen een naamloos graf op een vuilnisbelt over. Inmiddels zijn zijn graf en naam in ere hersteld. Tot op de dag van vandaag inspireert Thomas Sankara Afrikaanse jongeren en staatshoofden. Op die manier leeft zijn nalatenschap voort en wordt de revolutie niet vergeten. Dit was Once Upon a Timeline Online van woensdag 21 december. Dankjewel voor het kijken en tot morgen. Wil je nog meer toffe content zien? Klik dan op een van deze video's.